Zoals onze luxe stoel. Een lekkere paasstoel. En we hebben keesstoel. Keur in de middag. Dit programma wordt jou aangeboden namens Poon. En draagt absoluut het keurmerk. En daar zijn we, vrienden. Een bijzonder goedemiddag. En mijn lieve vriendinnetje, Irene Moor zit weer naast me. Goedemiddag, Eddie. Wat fijn dat je er bent, schat. Oh, ik heb er weer zo'n zin in. Mijn steun en toeverlaat. Ik heb een neefje van 19 die zijn eerste meisje wilde gaan plezieren. Dus hij vroeg aan mij, hoe kan ik een vrouw tevreden houden? Ik zeg, nou, met 8,5 centimeter kom je toch wel een heel end, hoor. En dan maakt het dus niet uit of het Visa is of Mastercard. Wat gaan we doen? We gaan het opleuken. Ja! Fijn dat je de moeite hebt genomen om naar NPO Radio 2 te luisteren. In alle bescheidenheid zeg ik daarbij de grootste zender van Nederland. Met de grootste naam. En ook vandaag heb ik me weer geschakeerd met mensen waar ik echt warmte van voel. Om te beginnen onze regisseuse hier, Steven van der Voort, die zit erbij. Hey, goedemiddag, Eddie. Hi, hi. En meteen doe je tekst heen. Wij gaan naar Kees Tol, die is ook de gast. Kees Tol, die is. Ja, fijn dat je er bent, Kees. Altijd fijn om te komen, Eddie. Ja, dat hoor ik vaker van je. Maar goed, laten we die kant niet opgaan in deze show van 22 maart. Het is lente, mensen. Lekker lente. Ah, het is lekker lente, mensen. Dus, zeg, ja. Het is lente. Ja, dat zeg ik toch. Luister je niet naar hem of zo? Nee, dat zouden meer mensen moeten doen. Ik was bij de huisarts. Ja, echt. Ja, zeker, ja. De huisarts. Ach, daar was ik. Ik stond een beetje in de rij, Irene. Er stond van alles, ja, een hele lange rij. En voor mij stond een meneer, nou, ik denk een jaar of 30, met een strak wit t-shirt en een beetje gespierd. Zo zeg. Dat ziet, wat een heerlijkheid. Dus met mijn linkerarm, dat doe ik wel vaak, stootte ik abusievelijk per ongeluk tegen hem aan. Dus hij draait ze om. Ik zeg, oh, sorry hoor. Ik zeg, nee, maar jongen, maakt helemaal niet uit. Hij zegt, waarom ben jij hier? Ik zeg, nou, ik heb een plasje bij me en ik heb wat nieuwe vitaminepillen nodig. Ik zeg, waarom ben jij hier? Hij zegt, nou, dat is leuk dat je zegt. Misschien dat jij een oplossing hebt. Want ik ben ongeveer 10 tot 15 keer per dag heel erg opgewonden. Oh. Weet jij daar misschien iets voor? Ik zeg, nou, wat dacht je van gratis kost en inwoning? Ach, dat komt toch niet?